Goeiemaat, het is vandaag Chess Day. We gaan het vandaag hebben over negatief trainen. En dat gaan we natuurlijk met de chest press als eerste aan jullie demonstreren. Dat is een manier om je max eventueel dus te verhogen en om spiergroei te realiseren. We zijn hier met Boom voor het informatieve gedeelte. En wij gaan kijken hoeveel wij maximaal dus negatief kunnen bankdrukken. Wees er, let wel op, dat moet je dus altijd met een groeimaat doen. Nooit alleen. En je moet een beetje ervaring hebben. Wij nemen eerst een lekker scoopie. We gaan voor goud. Lloyd, dat zeker mag er nou in klappen, hè? Dus zorg ervoor dat je ook een lekker setje aan hebt als je die scoop neemt. Want dan ga je ook weer als een raketje op de maandag. Het is weer maandag. We hebben die oude vertrouwde blueberry. Nou. Oké, hoe gaan we dus beginnen? We hebben hier de bankdruk. We hebben een setje gedaan met 60 kilo, 80, 100. En dan pakken we telkens 1, 2, 3 reps om eventjes dus warm te worden. Dat is dus wel heel belangrijk, dat je niet in één keer je max gaat pakken en daarna dus nog negatief eroverheen. Nee, we bouwen het eerst rustig op, zodat we dus alle spiervezels eigenlijk dus activeren. Goed lekker. Oké, we naderen dus nu mijn max in de kut. We zitten trouwens in de kut, allebei Maurice en ik. Dat betekent dus droog trainen met de calorietekort. Dat betekent ook dat we dus heel veel kracht eigenlijk moeten inleveren ten opzichte van onze bulk. Ook omdat ons lichaamsgewicht een stuk minder is. Ik weeg nu 89 kilo. Ik kom van 102 kilo af. Dus er is al heel wat vanaf. Dus dat betekent ook dat mijn max geen 150 kilo meer is, maar 140, 2 reps of zo. Dus misschien 145, er is ietsjes vanaf. Maar dus we gaan nu 140 drukken en daarna gaan we voor mij in elk geval over naar negatief. Maurice die kan nog wel even door. Met, Zo. Nou, dat ging prima. Met eigenlijk één eiwitshake op ook. Kijk! Kom op. 150. Oké, we staan hier even bij het bankdrukapparaat, eventjes te chillen in onze rust, hè, Maurice? Ja. Dio die komt net binnen gewandeld. En wat was jouw theorie, Maurice? Want jij kent mij al een tijdje. Joël die heeft, dat zijn wij gewend, die heeft altijd vrouwen die heel slank zijn. En ja, dat is wel een sterke eis van hem. Dus Dio die komt net, maar die is zwanger natuurlijk. Dus die is een paar kilo is al inmiddels al zwaarder geworden. Dus ik zeg ja, normale soort van standaard Dio, die zou dan nu normaal zo eruit zien zonder zwanger te zijn. Toen zegt hij ja, dat zou ik nooit accepteren natuurlijk. Want ja, wij zijn topfit. Nou, ik zei, hij denkt er zo over na, hè? Want hij zegt ook tegen in één keer na een paar jaar huwelijk, ja. Ik ben wel blij dat jij ook zo slank bent tegen Serena, want ja, daarvoor heb ik jou helemaal zo geselecteerd. Ja, dat klopt wel. Heeft hij helemaal zo uitgezocht van ja, jij eet niet te veel, je hebt nooit echt honger en dat heeft hij echt serieus zo gedaan. En Serena die zei dat tegen mij toen ze bij Dionne was van, oh, ik wist helemaal niet dat hij me daarvoor had geselecteerd. En, ja, is wel zo. Dus, maar ik zeg tegen Maurice, ja maar Maurice, kijk nou even, wij zijn de hele dag bezig met ons lijf en dat soort dingen. Dus ik vind dat zelf belangrijk gewoon, dat mijn vriendin gewoon ook bewust van is en slank is. En ja, dat vind ik belangrijk en hij ook. Hij is bijna 40, moet je kijken, hij ziet eruit alsof hij 23 is. Dus, maar dat komt natuurlijk door het vele trainen.
En heel veel mensen van onze leeftijd, die zijn gewoon helemaal fucked up! Die zitten helemaal gevangen in hun leven! Achter een bureautje! Helemaal zo! Ja, trainen hoor, dat vind ik helemaal niet belangrijk hoor, dit en dat. Nee, dat snap ik als je er zo uitziet! Met een dikke wijf aan je! 150 kilo. Maurice. Hey, wat ben je, zit je nou weer die boom te knuffelen? Hè? Wat dan? Je bent toch getrouwd? Ja, oh, gelukkig. Ik heb ze toch niet geweten. Oké, dus even de theorie. Want ja. We zijn nu beland bij 150 kilo. Dat is voor Maurice nog lang niet zo max. Maar dit zou mijn max mogelijk kunnen zijn op dit moment. Maar dat gaan wij dus niet proberen. Ik ga hier al beginnen met de negatieve herhaling. Om dus te focussen op die excentrische beweging. En dus niet al mijn kracht nu verspillen. Ja. Want ik wil hoger komen met het negatieve drukken. Ja. Dus ik doe nu een setje met jou erachter. Ja. Want we tongen ook wel eens met elkaar in de coronatijd. Dus hij kan er gewoon achter staan. Klopt. Nou, wat is nou de theorie achter negatief trainen, eccentric training? Nee, we zitten met elkaar op onze handen, met de handen op elkaars been in de auto. Maar we kunnen niet elkaar spotten met 160 kilo hoor, dat kan niet. Dus die eccentric training, hè? Dus je hebt, als je traint heb je drie fases van een beweging. De concentrische beweging, excentrisch en isometrisch. Dus je laat het gewicht zakken, dat noemen we dan excentrisch. Bij de benchpress, als je hem op je borst hebt of gedurende de beweging stil hebt, is het een isometrische contractie. Je hebt het gewicht stil. Als je hem omhoog duwt, is het concentrisch. Dus de spier die wordt langer gemaakt en weer verkort. Ja. Dat is in de basis van spiertraining. Wat recentelijk is weer uitgekomen op nieuwe onderzoek, dat als je focust zowel op concentrisch trainen, alleen maar gewicht bijvoorbeeld bij de benchpress omhoog drukken, alleen maar omhoog drukken. Het verschil tussen alleen maar omhoog drukken en het alleen maar laten zakken, excentrisch trainen, is niet groot. Misschien wel gelijk. Als je excentrisch traint, kan je dus meer kracht leveren. Ja, je kan 10-15% meer dan concentrisch. Ja, dat kan je nagaan, want ik kan bijvoorbeeld wel 150 omhoog drukken, maar niet 170 omhoog drukken op dit moment. En wel 170 laten zakken. Gecontroleerd laten zakken. En het voordeel daarvan is, dat noemen ze dan met een moeilijk woord post-activation potentiation, PAP. En Joel heeft daar ook een ander woord voor bedacht. Ja, wij hebben het al een enige tijd in onze trainingsschema's zitten. Ik noem dat spiervezels activeren. Dus we gaan zoveel mogelijk motor units in die spieren juist activeren door een zwaar gewicht te pakken. Je moet jezelf dus eigenlijk een beetje zo zien. Je zit, dat is eigenlijk ook biologisch gewoon, je zit in een noodsituatie. Ja. En je kan in één keer veel meer. Dat is een beetje het idee. Dat is een beetje het idee. En als je spieren ziet als helpers, dan wordt het waarschijnlijk duidelijk. Want als je steeds zwaarder gaat, dan heb je steeds meer hulp van meer spiervezels, meer helpers. En als je dus excentrisch traint en dus boven je max gaat zitten van je concentrische beweging, heb je nog steeds meer helpers die je helpen. En die ga je daarna met een lager gewicht inzetten tijdens de concentrische beweging. Ja. Bijvoorbeeld, je gaat nu, je max is 100 kilo bankdruk, je pakt hem 115 kilo excentrisch, laat hem alleen zakken, groeimaten til hem omhoog en daarna heb je meer helpers gerekruteerd, meer spiervezels, en die spiervezels zet je in tijdens je werksets van 80 kilo benchpress. Ja, dus je moet het wel bij je werksets gaan doen. Het heeft niet zoveel zin om dan meteen je max te gaan proberen te verbeteren. Het zou in theorie wel kunnen, alleen eigenlijk ben je te veel energie al kwijt. Met die excentrische beweging op een heel zwaar gewicht, wat je normaal nooit doet. Ja. En er is nog een voordeel aan deze theorie. Heel veel gasten die DM'en mij van, heb geen spotter, zus en zo, ik durf het niet. Gewoon normaal trainen, dus zonder excentrische bewegingen. Dit is een manier om mentaal te wennen aan een zwaarder gewicht. Dus dit kan je dus ook erbij helpen. Om je comfortabel te voelen met een zwaarder gewicht dan dat je normaal doet. Dus op die manier zou je dus ook je max kunnen verhogen. Zeker als je net bent begonnen met het trainen, kan dit een mooie toevoeging zijn. Maar nogmaals, dit doe je alleen met een groeimaatje. En dat groeimaatje moet echt veel trainingservaring hebben. Want je gaat het niet zomaar
150 kilo op je borst te kletteren. Ja. Want dat is echt gevaarlijk. Dus even bij deze. Dit zijn gevorderde en we willen dat ook niet zien in stories en zo. We willen alleen de echte. Want anders klap je zo dwars door die borst heen en dan ben je in tweeën gehakt. Ja. Dan zien we straks in de stories in tweeën gehakte lichaam. Want Buffel, die zijn tanden liggen al ergens. Ja. In Turkije. Zie je daar twee hoeven, hier twee hoeven. Ja. Dat kunnen we niet hebben. Dus dit is geen gevorderde trainingstechniek. Wil je meer over leren, kan je altijd via het pakket, hè, spieropbouwpakket, droogtrainpakket, et cetera, kan je dan mij weer vragen stellen in de coaching. Ja, we hebben dus onze programma's met coaching. Deze schema's zijn erin verwerkt. En dan krijg je dus gewoon echt goede begeleiding er nog bij. Dus ga niet zomaar aan de slag. Als je meer wil weten, dan kan je altijd meedoen met ons coachingprogramma en hierna vragen. Precies. Wij gaan nu beginnen met die 150. Oké. En hopelijk zou ik hem dus mogelijk kunnen. Ik ga niet alles geven, dus ik focus echt op de neergaande beweging. Ja! Ja! Oké. Okay. Dat is het. Dus ik laat hem ook wat langzamer zakken. Want ik wil juist nu van die neergaande beweging maximaal profiteren. Dus je laat hem gecontroleerd zakken. Je geeft eigenlijk wel je maximale kracht. Je probeert hem weg te duwen, maar dat lukt je niet. Dus je laat hem gecontroleerd zakken. We laten niets stuiteren op die chest. Zo, dit is 170 voor Maurice. Tijdens de kut, hè jongens? Ja. Okay. Mooi gecontroleerd. We kunnen nog ietsje zwaarder. En goeie maat, ik probeerde dus ook mijn adem en mijn scheten in te houden voor het corona gedoe. Dus ik wilde niet in zijn gezicht hijgen en ook geen scheetje laten in zijn gezicht. Dus dat is ook belangrijk om mee te nemen als tip voor jou thuis. Of in de gym, zeg maar. Ja. Dus niet elkaar... Ja. Oké, BP. Ja! Je hebt echt het gevoel dat je lichaam je doormidden breekt. Omdat je in één keer een veel zwaarder gewicht gaat pakken. Ik moet zeggen, het voelt fantastisch. Op dit moment dan. Maar je lichaam, het kan niet anders. Dat je lichaam ook gewoon veel sterker wordt. Harder. Ja, het is een methode gewoon om kracht en spiergroei te stimuleren. Niet alleen je spier zelf wordt getraind, maar ook je banden, je gewrichten, je pezen, et cetera. Worden getraind om met een grotere weerstand te trainen. Maar nogmaals, denk aan de veiligheid, beheerstrainen met één of twee groeimaten. Oké, dus 180 kilo. Dit wordt mijn maximum bij de negatief trainen. En er staat wel een boom achter me, groeimaten. Precies. Ja! Dus het laatste stukje, dat is natuurlijk ook het allermoeilijkste stukje met de bankdrukken, vinden veel mensen. Ja. En juist dit stukje, trainen op deze manier, zou er dus misschien wel mogelijk voor kunnen zorgen dat we onze max beter kunnen ontwikkelen. Ja, maar nogmaals, wij zitten in een kut. En als je bulkt, gaat het allemaal veel makkelijker. Ook met dit soort technieken. Maar goed, we laten het ook zien als van, hé, luister jongens, denk outside the box, we pakken hem gewoon nu. Even mentaal er tegenaan op die maandag, ben je meteen goed geprimed voor de rest van de week. En wat ik dus wel aanraad is, je kan dit toevoegen in je trainingsschema, maar je moet het dus niet elke week gaan doen. Nee, snap je? Dit doe je dus... Je kan er naartoe werken, eens in een paar weken zou je het kunnen doen. Ja. Want het kost veel herstelvermogen, ook van je gewrichten en je banden, et cetera. Dus ga het niet elke maandag doen, omdat wij het nu op maandag posten. Nee, maar dat is dus vaak een overschat onderdeel. Dat je dus inderdaad meer kapot maakt dan alleen je spieren. Precies. En die moeten ook sterker worden, die banden, gewrichten. Maar dit doe je dus gewoon met je groeimaten. Als je bijvoorbeeld even je cheat day hebt of zo, weet je wel. Als je gewoon lekker veel energie in je lichaam hebt. En dus eigenlijk niet op maandagochtend met één proteïne shake op. Dat is eigenlijk niet optimaal. Maar wij maken voor jullie even deze content. En ik moet zeggen, het voelt eigenlijk wel even lekker ook. Het voelt heel erg lekker. Want ik kan gelijk weer die hele week aan! Het gaat niet goed oprapen!
Oké, we hebben dus nu 200 kilo erop zitten voor Maurice. Ja, dat is net iets boven zijn max. Dat is ongeveer 10% boven jouw max. Ja, iets meer. Ja, ietsjes meer. Iets meer boven mijn max. Ja, in de bulk, ja. Weet je, in de bulk, et cetera. Maar je gewrichten en je banden, die zijn het eigenlijk wel gewend. Ja, ik weet, hè, op YouTube komen vaak dan de comments van, ja, dit is te gek, dit is te gek. Dit is te gek, maar we hebben 20 jaar ervaring. Dus wij doen dit. Andere situatie voor jouzelf. Hallo Maurice, je bent niet echt 23. Jij hebt veel meer jaar ervaring. Ja. Maar dus bereid je ook mentaal even goed voor als je dit gaat doen. Dus niet, ik ga het even pakken. Nee, je krijgt echt een klap op je lichaam als je hem zo laat kletteren. Dus focus. Oké, kom maar nu! 200 kilo! Hard! Here we go! Kom op! Ja! Lekker zeg hij! Precies goed! Nou, jongens, op die maandag! Dit was 200 kilo's hoor, jongens. Ja, en met een laag vetpercentage. Ja. Dit is natuurlijk... Laat heel even zien hoe laag dit vetpercentage is van deze boom. Nou, 200 kilo negatief. Ik vind het prima zo, hoor. Precies. Dit is wel extreem. Voor jullie ook, die content. Geoefende sporters zijn wij. Maar dit is wel hoe het in de praktijk kan gaan. Dus ik heb net die 180 negatief gedrukt. Nu ga ik kijken hoe het in mijn werkset eraan toe gaat met 120 kilo. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja! Toch twee werksetjes van meer dan 6. Laten we het zo stellen. En we zijn natuurlijk al redelijk leeg door dat zware liften. We gaan even goud. Goed lekker. Oké, goeie maten. Dit was dus eigenlijk de video voor vandaag met het negatieve drukken. 180 heb ik eventjes op mijn tandjes laten kletteren. Maurice heeft even 200 op zijn tandjes laten kletteren. Dus dan moeten we straks weer met Donnie mee naar Turkije. Ja. Maar, hey. Wanneer kun je deze oefeningen nou doen? Nou, je kan het dus doen in je kut, in je bulk. Dat maakt niet zoveel uit. In je bulk is het wel makkelijker. In je bulk is het extreem makkelijker. Dat ga je wel ervaren als je ook in de kut zit. In de kut, kut, kut. Maar welke oefeningen kan je nog meer doen? Eigenlijk alle oefeningen waarbij je dus makkelijk kan spotten. Dat is het belangrijkste. Of gecontroleerd kan trainen, zoals een leg press, een squat eventueel. Ja. Weet je, dat soort dingen. Maar... Je kan het met andere spiergroepen ook doen. Je kan het ook bij de incline bench press eventueel doen, als dat je zwakke onderdeel is. En daar wat meer focus op leggen. Zolang je dus maar een goede spot kan hebben. Want nogmaals, dit is wel, het kan gevaarlijk zijn als je niet weet wat je doet. Dus hou daar rekening mee. Wij gaan voor goud. Laat even weten in de reacties wat je nog meer wil zien van Boom in deze video's allemaal. Over fitness, over voeding, noem maar op. Je kan bij Boom in de online coaching komen. Ja, via de link in de beschrijving van deze video. En dan kan je dus gewoon ook echt serieus begeleiding hierbij krijgen. Wat wel belangrijk is als je niet weet wat je doet. Precies. Nou, dat was hem weer voor deze maandag. Hè? Nou, ik heb wat ga jij nog doen dan? Ik heb een paar boeken besteld bij de bibliotheek. Dus die zijn bezorgd, heb ik net gezien. Oh. Dus ik ga ze nu ophalen. Oké, Boom. Nou, fijne midweek alvast. Ja, veel leesplezier, hè? Ja. Oké. Groetjes. Hoi. Thank you.